Je luistert naar Topkapi Stories. Een podcastserie van Topkapi Films. Gemaakt door Fleur van den Bremer en Katelijne Bijn. Het verhaal en storyboard lagen klaar. Regisseur Lodewijk Kreins zou eindelijk zijn horrorthriller gaan maken. Dat bleek alleen minder makkelijk dan gedacht. In het huis van Lodewijk spraken wij met hem en zijn cameraman Bert Pot. Die zich in heel wat bochten hebben moeten wringen om Bumperkleef dan ook echt te maken. Kijk, proberen, kijk. Dit is normaal. Voor één nachtje weg, kom. Hey, sorry, we hadden echt al een half uur onderweg moeten zijn. Ik ben zonnebeeld vergeten. Nee, echt niet. Nee, okay. Vergeet het maar. Wat doet die gek? Pop, hij gek? Pap, hij rijdt achter ons. Wist jij dat? Ik wil dat je doorrijdt. Laat mij nou maar. Ik lost het zelf wel uit. zorgen te maken hoor. Het hele verhaal begint eigenlijk in uh, 2000 en 2001. Toen wilde ik een uh, actiespectakelfilm over voetbalhooligans maken. En ik had Bert Pot toen in mijn hoofd, toen al, als cameraman daarvoor. En die hebben we ook het script laten lezen... Ook in die film werden kinderen en ouders in de zijk genomen. En mijn vaste cameraman die voelde daar niet zoveel voor. Bert, die uh, had toen nog geen kinderen, dus die keek daar wat onbevangener tegenaan. En we hebben toen op 9-11, de aanslagen in New York op de Twin Towers, die dag stonden Bert en ik voor het eerst samen te filmen. We deden twee dagen kaascommercials om samen te leren werken. En, en, maar die film over die voetbalhoelikens is uiteindelijk nooit gemaakt. Uh, en nu eindelijk, 18 jaar later, is het gelukt om samen een spectaculaire film te maken. We zitten hier, Lodewijk, aan jouw keukentafel. En voor jou ligt een storyboard. Dat heb je ontwikkeld op het moment dat bekend werd dat jullie gingen samenwerken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, volgens mij heb ik het ontwikkeld op het moment dat we wisten dat we de film zouden gaan maken. Want we hadden Bert al aan boord. We hadden vier cameramensen uitgenodigd 2,5 jaar geleden. Die lazen het script en die kwamen hun visie geven. En Bert had een uh, fascinerende visie met achtergrondprojectie op een mega HD scherm. En ik ben toen uh, gaan tekenen hier thuis. Uh, en ik heb hier dit storyboardje. Het gaat over scène 16. Een scène met uiteindelijk werden het 50 camera-instellingen. En ik ben allerlei verschillende camerastandpunten gaan uh, uittekenen om met Bert gespreksstof te hebben. Want Bert, jij kreeg uh, opdrachten uh, om Bumperkleef in beeld te brengen. Wat dacht je toen jij het script kreeg? Uh, toen ik het script kreeg, was ik vooral uh, verbaasd over uh, hoe goed visueel het geschreven was. Eigenlijk uh, bij het lezen van het script. En ook ondanks dat er wel degelijk dialogen in staan, speelt de film zich gewoon voor je geestenzorg af. Omdat hij eigenlijk gewoon van zin tot zin een shot beschrijft. Jean van der Velde heeft mij geleerd hoe je actiescenes moet uitschrijven in een script. Hij liet mij ooit het script voor Lek lezen. En wat je daar doet, is niet de dialoog en de actieomschrijving in blokken doen. Maar je verdeelt de actieomschrijving ook nog een keer in. Shots per shot een nieuwe alinea. In plaats van alle handelingen van de acteurs in grote blokken. Of kleine blokken, want de meeste Nederlandse films hebben bijna geen actie. En uh, ik zal even voorlezen hoe dat er dan bijvoorbeeld uitziet. Plotseling branden de remlichten van de witte bestelbus vlak voor hen fel op. Diana gilt: Stop! Hans schrikt enorm. Hij gaat in een reflex vol op zijn rem staan. De auto remt daardoor met een keiharde schok. Diana en de kinderen vliegen van voren in hun veiligheidsgordels. Hans verliest de controle over het stuur. De auto schaft naar links bijna tegen de vangrail aan. Hans probeert tegen te sturen naar rechts. Zijn voorwielen draaien mee. Hans mist op een haar naar de vangrail en raakt net de achterkant van de bestelbus niet. Hun auto komt weer terug op het midden van de rijbaan. En dan zegt Hans, Tering, auto's achter hen moeten allemaal op de rem. Heel omschrijvend inderdaad hoe de scènes eruit zien. Je kan eigenlijk bijna elk shot lezen. Hij trapt op de rem en dan staat, is er een, een pauze in het script, want er staat een alineaatje tussen. En, dan, en zo ga je dat dan op een gegeven moment ook in dat staccato van lezen, ja, krijg je een soort ritme bij de film. En dat leidt uiteindelijk ook tot een ritme van een storyboard. En dan ligt er een mooi storyboard... En dan moet het worden uitgevoerd. Maar dat was niet makkelijk, Lodewijk. Dat klopt. Het was eigenlijk onmogelijk. Je ziet dus bij uh, films als Speed van Jan de Bond. en Jewel van Steven Spielberg. dat zij er ook niet in geslaagd zijn. om op een volle drukke snelweg. een film op te nemen. En dat ze zijn uitgeweken naar stille bergweggetjes. of naar stukken snelweg die in verbouwing zijn. En je dus eigenlijk door een uh, snelweg in aanleg moet rijden om je film op te nemen. Nou, wat ik wilde was wat wij, wat alle Nederlanders iedere dag of iedere maand meemaken, namelijk dat je over de propvolle snelwegen met alle bijkomende uh, chaos en stress en drukte uh, door het land moet reizen. En dat betekent dus twee tot vijf banen dezelfde kant op vooruit, maar aan de overkant in beeld... twee tot vijf banen vol met verkeer, wat jou tegemoet komt. Nou, dat kan je niet organiseren. Dus ik heb meteen gezegd tegen Bert, je kunt het niet organiseren... dus we moeten de echte situatie filmen. Laten we gewoon alles stiekem doen en we stoppen onze acteurs in een auto... en we gaan dan met de cameraauto achteraan rijden... of vanuit de auto over shoulder filmen... En dan hebben we al dat verkeer, vijf banen heen, vijf banen terug, hebben we allemaal in beeld. Want niemand gaat dat voor ons regelen, die duizenden auto's. En kan je zo'n stuk snelweg afzetten? Nee. Maar daar zit dus de moeilijkheidsgraad in. Dat het zich op een snelweg afspeelt waar jij drukte wil hebben. Ja. En dan een extra moeilijkheidsgraad is, als er al mensen zijn die iets op een snelweg filmen, doen ze het op de langzaamste baan. Want de cameraauto kan niet harder dan 70 of 80. En een dieplader kan ook niet harder dan. Ja, je zou 100 kunnen proberen. Maar als je 100 rijdt, word je voortdurend ingehaald door iedereen die 140 rijdt op de snelle baan. En ons verhaal gaat nou juist over die man die 140 rijdt en alle andere mensen inhaalt. Dus technisch was het eigenlijk onmogelijk om dat op een echte weg te doen. Voor wat we in Nederland gewend zijn, is dit inderdaad. Uh, Technisch heel vergaand. Er zijn een paar mensen zoals Roel René, Dick Maas en uh, Tim Oliehoek, die uh, op dergelijke manier actiefilms maken. Alleen Bert is een stap verder gegaan met digitale achtergrondprojectie. Dus op basis van wat ik las, dacht ik: hey, hier kan ik echt iets op toepassen. wat ik al een tijd lang uh, doe. om het leven voor regisseurs en crew um, aangenamer te maken. als ze mensen in rijdende auto's moeten filmen. En dat is achtergrondprojectie, zoals Lodewijk al zei. Maar had je daar al ervaring mee? Ik had er in die zin ervaring mee dat ik altijd een eenvoudige manier van achtergrondprojectie deed. Omdat we vaker projecten hebben waarbij er heel veel auto's worden gereden, maar niet de tijd en het geld is om dat allemaal heel goed te doen. Dus meestal stappen we dan maar gewoon met een camera en een geluidsman in een rijdende auto met een acteur die drie, vier pagina's tekst moet zien. En dan filmen we gewoon eigenlijk best wel gevaarlijk. Dus ik ging dat op een gegeven moment uh, veranderen voor de film TBS met Theo Maaser, die uh, daarin uh, zeven auto's steelt. Maar we hadden maar 22 draaidagen. Dus je moet elke keer met die auto's dan heel veel dingen doen. om het veilig filmen mogelijk te maken. op een echte weg. En daar had ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. en niet de tijd en de middelen voor. Dus toen kwam ik op het idee om een oude truc weer een nieuw leven in te blazen. En dat ben ik eigenlijk steeds. Blijven doen. Ik heb een film gemaakt over het leven van André Hazes. Daar zit een hele sequentie in, beginsequentie waarbij de auto rijdt. Dat is allemaal met achtergrondprojectie. Maar wat was jouw idee dan, jouw techniek? Voorheen volstond eigenlijk de truc van, zoals je dat bij oude Hitchcock-films ziet, uh, door een projector te richten op een doek en dan een beeld af te spelen wat, uh, wat van tevoren is opgenomen. Maar omdat wij de wens hadden en het idee hadden met wijdere lenzen te draaien. En ook nog eens, omdat de auto waarin de acteurs zitten vrij dicht op ander verkeer is, moest ik een scherm gaan creëren wat veel dichter bij de auto kon staan. En moest ook veel groter zijn dan ik tot dan toe was geneigd te doen. Dus toen kwam ik op het idee om het met een ledscherm te doen. Een letscherm zoals je dat bij popconcerten ziet, als je Mariah Carey of uh, Beyoncé groot geprojecteerd ziet tijdens een concert. En dat dan nog verfijnder, want voor films zijn net iets subtielere en iets betere uh, letschermen nodig. Ik kwam uh, tot de conclusie dat voor zoveel shots in een rijdende auto het veel beter was om het gewoon live te hebben, zodat ook de acteurs, als ze het spelen in een stilstaande auto in de studio, wel een sensatie hebben van die actie. Dus dat ze opzij kijken in hun shot en dat ze gewoon een vrachtwagen voorbij zien rijden maar ook en dat was waardoor we het een stap verder deden. Ze konden ook door de voorruit kijken en op monitoren zien wat wij al gefilmd hadden. Maar dan zagen ze dat ze een busje naderden, of dat, er een, dat ze een hoek om moesten, of dat ze iets moesten uitwijken. Waardoor iedereen heel erg levensecht in die film zit, omdat ze live zien en ook live meemaken wat er gebeuren moet. Ja, een greenskin heeft dat allemaal niet. Je hoort wel eens uh, van. Actiefilms zoals Spider-Man of zo, dan zeggen de mensen: Ja, we hebben drie, vijf weken lang of acht weken lang in een groene studio gestaan en werden opgetrokken aan de touwtjes. En nu pas zien we hoe de film is: dat ik tegen een flatgebouw oploop. Nou, dat wilden we dus allemaal niet. Dat maakt dus ook dat deze film, volgens mij, qua sensatie en ook voor spel, uh, heel sensationeel is, omdat ze uh, goed in die auto zaten en precies wisten wat er ging gebeuren. Wat is er hier vlak voor ons aan de hand? Antwoord nummer één: zit te bellen. Of te WhatsAppen. Of te whatsappen. Ja, precies. Heel goed. Antwoord nummer twee. Hij eet een frietje. Oh, lekker. Met ja, mayonaise als het stuur. Ja, precies, frietje file inderdaad. Uh, antwoord nummer drie. Vrouw achter het stuur. Ah. dat vind ik heel flauw. Ja, dat is yes. ja. ja. Antwoord nummer vier. Een opaatje achter het stuur. Het ja. Heel goed, Milo, Heel goed. Een bange senior achter het stuur. Hans. Hans. <tie> <tie> Antwoord nummer 5. Hij zit iets klem onder zijn gaspedaal. Heel goed. Ja. Yeah. Antwoord nummer 6. Hij probeert zijn navigatiesysteem te stellen. Ah, 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 ah. ah, Jezus, dit ah. ah. Maar Lodewijk, dan moeten ook de acteurs in zo'n auto moeten acteren in een studio. Ze gaan een heuveltje over, of uh, er is iets met licht, of ze gaan vliegen door de bocht. Hoe, hoe wisten de acteurs wat ze moesten doen? Ze hadden allebei een eigen monitor voor zich staan. Voor in de auto. Om te begrijpen waar ze waren op de weg in de scène. Ook had Bert aan zijn achtergrondscherm. een uh, digitaal lichtsysteem gekoppeld. Wat als je de tunnel in reed, gingen van links en rechts de lichten uit. Als je de zon in kwam, gingen ze ineens even aan. De, we hadden onder de auto een mechanisme zitten. Uh, pneumatisch. Mm -hmm. Uh, waardoor de auto omhoog kon worden gestu gestuiterd. Uh, we konden zelf nog mee uh, schudden. En we hebben gekozen voor beroepsacteurs. Jeroen Spitzenberger en Annick Pfeiffer, eh, waarvan we van tevoren wisten... als Bert en ik alleen nog maar met de techniek aan het vechten zijn, kunnen zij toch een fatsoenlijke rol neerzetten. Dus met een minimum aan regieaanwijzingen zouden we nog een, een behoorlijk niveau acteerwerk hebben. In principe is het gewoon muisstil in de studio en is het een heel georganiseerde en, en geconcentreerde uh, situatie... Op een echte snelweg maakt alles lawaai. De camera's die worden ergens op gerikt, alles beweegt. Auto's moeten te hard rijden en maken heel veel lawaai. Een dieplader geeft een ander geluid dan de acteur auto eigenlijk zou moeten geven. Het is bij kans onmogelijk, laat staan dat als de acteurs zelf zouden moeten sturen op een echte snelweg met 120 en een hele moeilijke scène moeten spelen, is het voor iedereen ook bijzonder gevaarlijk. En al die al die variabelen hebben we eigenlijk tot een minimum teruggebracht doordat we echt met een met een aanvalsplan met een Misschien wel iets de militaire precisie uh, alles hebben kunnen doen. Maar die militaire precisie en de, de manier van afgemeten heel goed alles opnemen, zat eigenlijk al in het script. Dus we zijn eigenlijk nooit echt letterlijk en figuurlijk van het script afgeweken. En niet van het storyboard. En we hebben wel eens wat niet gehaald. Of een, of een beter standpunt gevonden. Of een, een beter moment gecreëerd. Maar in principe zijn we heel trouw gebleven aan het geschreven. voor zover ik mij kan herinneren. Lodek, wat was een van de meest lastige scènes in Bumperkleef? Bijvoorbeeld een tankstation. Een hele belangrijke dialoogscène. Eigenlijk de omslag van het verhaal aan het begin. Speelt zich af in een tankshop bij de Kassa's. En daarvoor hadden we nodig een tankshop aan een snelweg. En anderhalve dag zouden wij de tankshop dan moeten afsluiten. Maar aangezien alle tankstations aangesloten zijn bij een concern. hebben de managers van die shops. Uh, die moeten zich gewoon aan de regels, aan de richtlijnen houden. Dus we waren nergens welkom. En uiteindelijk hebben we een vrachtwagen-tankstation gevonden uh, op een industrieterrein. En hebben we de, de snelweg dat digitaal ingezet door op een andere plek bij een tankstation verkeer op een snelweg te filmen en die uit te knippen en ook onze set met de acteurs om de acteurs heen uit te knippen, digitaal uitknippen en dan het verkeer daar weer achter te plakken. Maar dan zit je nog met het probleem met het lichtval die is anders, het weer is anders. De snelheid van het verkeer was eigenlijk niet goed. De dus stukken moesten we versnellen. Maar uh, ook dat is dus, uh, allemaal uh, op zijn pootjes terecht te komen. Ja, en voor mij is het dan het te lastiger. Terwijl Lodewijk zich dan tijdens het draaien van die scènes in een pompstation. zonder dat er maar ergens een snelweg te zien is. terwijl die er wel moet zijn. Om dat in de gaten te houden en te bedenken van hoe kan ik voorkomen dat het uh, heel erg problematisch wordt. Dus uh, dat er te veel acteurs ten opzichte van die auto's die er later ingekiet moeten worden. En dat, dat betekent dus soms dat uh, een voorstel van Lodewijk dan niet altijd is wat ik wenselijk vind. En dan, komen we dan, gaan we dan moeten we stevig overleggen of even goed bedenken. En dan komen we daar eigenlijk altijd uit. Maar dat levert ineens heel veel denkwerk op waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Zo'n pompstation is daar een voorbeeld van dat je denkt: hmm, nu staan we iets te veel concessies te doen. Maar waarschijnlijk als we daar en daaraan voldoen. Doen, ...dan gaan de visuele effecten dat oplossen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Pop. Wilt u de bom? Ja, graag. Pop, mogen we metjes voor de snackmuur? Ja, pop. De snackmuur? En wat zegt mama daarvan? Die wil zelf ook. Voordat we weer het hele weekend kon eten bij je moeder. Kijk we eens? Ja, dank u. Um, Alsjeblieft. Oké. Okay. Dank u. Ja hoor, Goedemiddag. Jullie hebben heel veel shots moeten maken van tevoren. Hè? Dat moet allemaal heel precies, alles moet kloppen wel. Hoe heb je dat voorbereid? Ja, wij uh, werken in, met dit soort uh, films en met veel shots en gecompliceerde actie moeten we natuurlijk boekwerk maken waardoor iedereen weet wat er gebeurt. Meestal is dat natuurlijk een storyboard. Daar gingen wij natuurlijk naar op zoek en Lodewijk had al een heel grote voorzet genomen. En had heel veel tekeningen gemaakt op basis van zijn script. Maar er was een uh, visual effects bedrijf die uh, een visie had ontwikkeld, letterlijk en figuurlijk, een pre-vision had ontwikkeld. Waarbij je als cameraman en regisseur in een 3D wereld kan stappen, een virtual reality wereld. Waarbij een, de film eigenlijk al bestaat en de ingrediënten van die film ook al bestaan, omdat die dan getekend worden voor je. Zodat je je shots kan bepalen. Daarin kon ik gewoon instappen met een camera waarmee ik shots kon maken. Dus die auto's en alles zoals beschreven. Op nu 30 of op 30 seconden komen ze bij het busje aan. Dat was letterlijk getekend. Dus ik zie gewoon, terwijl ik in die virtual reality wereld steed met een virtual reality bril gekoppeld aan Lodewijk, die ook van alles ziet op een monitor, wat ik maak, speelt zich die film eigenlijk gewoon al af. Dus als ik het goed begrijp, is er een animatie gemaakt van de snelweg met verkeer. Waar jij met een soort bril op kon staan. Je kon in de auto. Dat was allemaal een virtuele wereld. Mm. Waar jij als cameraman om je heen kon kijken en kon bepalen: Oké, okay, nu ga ik dit filmen, zo moet het eruit zien. Ja, uh, ja dat klopt. Ik kon in overleg met Lodewijk, die um, beeld zag wat ik in de virtuele wereld aan het maken was, dat zag hij op een monitor. Ik kon met hem overleggen. Ik was gewoon helemaal opgesloten. Ik heb zeven, acht uur lang in die virtuele wereld gezeten van die ene scène van 4,5 minuten. En ik kon kiezen of ik langs de kant van de snelweg ging staan en de auto zag passeren. Ik kon dan kiezen of ik aan een vrachtwagen ging hangen. En als de vrachtwagen zou doorrijden, dan zou ik de acteursauto langzaam uit het beeld verliezen. Al die keuzes kon ik gewoon maken omdat er een 3D-wereld was van 4,5 minuten van onze film. Dus die hebben eigenlijk, eigenlijk hebben zij al een film gemaakt in 3D. Dus in die virtuele wereld kon jij alles, Bert, jij kon alles, uh, jij kon al opnames maken. Ja. Wat ontzettend handig. Het scheelt enorm veel tijd. Uh, dat scheelt enorm veel tijd. Het werkt eigenlijk met name heel goed voor scènes waar de variabelen zijn beperkt. En de variabelen die er wel zijn, duidelijk zijn omschreven. En dat is vooral de snelwegscènes. Je kan een grote stunt, zou je helemaal zo kunnen uh, doen. Als je wilt weten waar de camera moet staan, als je wilt weten wat de beste optie is als iemand uh, vanaf een flatgebouw moet springen, wat, wat je allemaal kan maken, ja, dan is dat een hele goede, uh, uh, een goede methode. Maar laten we het eens hebben over die stuntmensen. Want wat moesten de stuntmensen doen in jouw film eigenlijk? Het ging vooral over precision drivers. Dat zijn stuntmensen die heel precies kunnen autorijden. Al bij hele eenvoudige figuratieacties bleek het verschil tussen dat je gewoon een figurant in zijn auto laat rijden en die is dan net een seconde langer bezig om in te halen of uit te wijken op een snelweg. Als je met groothoeken werkt, lijkt het alsof de auto's ineens heel ver uit elkaar rijden. Wat wij als normaal ervaren op de snelweg was voor de camera van Bert, was de eerste auto vlakbij en de tweede was in ineens al heel klein in de verte. Dus de, al die gaten tussen voertuigen moesten voortdurend precies worden opgevuld door precision drivers. En natuurlijk zit er heel veel stuntwerk in. Allerlei stunts vallen door plansoenen rijden, uh, slipacties, de bocht om scheuren. Achterover op straat vallen, bijna een auto over je heen. Eén scène was zo eng dat ik er buikpijn van kreeg. En Bert en ik waren allebei blij dat het voorbij was. Welke scène was dat? Ja, iemand lag op de weg. Iemand viel met achterhoofd op de weg en een auto reed daar overheen, maar ging er echt vlak langs. Heb jij wel eens tijdens de opnames gedacht, Lodewijk, van waar ben ik in godsnaam naar mijn bronnen? Nou nee, ik, ik denk niet waar ben ik in godsnaam aan begonnen, maar wel hoe krijgen we dit in godsnaam voor elkaar. Ik kan me herinneren op de eerste dag dat we met z'n allen op de snelweg stonden met twee cameraauto's, drie vrachtwagens en nog twintig figuratieauto's en met twee of drie cameraploegen, dat we s'morgens om acht uur begonnen en s'middags om één uur nog steeds met de eerste opname bezig waren. En op zo'n moment krijg ik zo'n buikpijn dat ik uh, dan uh, lichamelijk uh, moeite krijg om uh, door te gaan. En gelukkig heeft zich dat dan weer opgelost, want je moet op zo'n eerste dag uitvinden met z'n allen hoe het werkt daar. Ja, uiteindelijk hebben we de achterstand weer uh, ingehaald. Uh, wat ik nog heel leuk vind aan Bumpercliff, zonder de technische zaken die we net besproken hebben, is dat hij een alledaagse situatie heeft gecreëerd. En waar wij uh, hebben we ook heel veel over gesproken. Als je een, een thriller-horrorfilm maakt, dan gaat het zich altijd afspelen in de nacht. En in een donker huis in een bos. Maar wij wilden om allerlei redenen dat niet. Want om maar gewoon goed te voelen of herkenbaar te hebben. wat de situatie is van deze, deze familie met de man achter het stuur. moest de situatie eigenlijk zijn zoals wij die allemaal kennen. Je gaat naar je opa en oma in het oosten van het land in dit geval. En je komt bij daglicht aan. En ze wonen ook niet in een donker bos en een eng bos. En ze doen ook allemaal niks engs. Het is gewoon een rijtjeshuis. En daar gaat het dan mis. En daardoor is het volgens mij zo'n geslaagde film. Dus mensen gaan zich hierin herkennen. Vooral die herkenbaarheid is de surplus, denk ik. Dus de extra kwaliteit van deze film. Nou weten we dat Lodewijk zowel Hans is als Ed. Dus zowel de geïrriteerde huisvader als de wreker. Als de Wie ben jij, Bert? Ik ben de twee meisjes op de achterbank, denk ik. Gillend. Ja. Meer over deze film vind je op www.topkapifilms.nl